Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen, oh mensen, mooi weer. Het is mooi weer. En het is tijd voor lekker biermeel. Hoe weet je dat? Ik ga je zeggen waarom. Ik ga jou zeggen waarom ik dat weet. Omdat, ja, het staat gewoon op de doos. Lekker uitpakken vandaag. Jazeker, lekker uitpakken vandaag. Hier op YouTube, lieve mensen. Het kan zijn dat je denkt, Remy, alweer biermeel. Ja, maar het is iets magisch. Ik weet niet, ik vind het gewoon mooi. Prachtig. Ik heb hem al even opengemaakt, nog niet gekeken wat erin zit. Dat scheelt weer tijd. Er staat een briefje bij. Hoi Remy, wat leuk dat je wat van onze specials wilt proberen. In deze doos vind je wat specials die de afgelopen maanden en ook compleet nieuwe bieren. Daarnaast komt er dit jaar elke maand minimaal één speciaaltje uit die ik je te zijner tijd ook nog zal toesturen. Altijd leuk. Eén van de bieren in deze doos is genaamd Egyptian Ale. Dit is het kick-off bier van onze historische bierreis die we dit jaar onder andere gaan maken. Vijf bieren uit verschillende periodes in de geschiedenis die we na grondig onderzoek samen met onze bierhistoricus Leendert Alberts hebben samengesteld en gebrouwen met oude ingrediënten en technieken op moderne apparatuur. Daarnaast nog een leuke variatie aan bieren die je wel zeker kunt waarderen. Geniet lekker, met CK natuurlijk, hè, lekker. Jurian, hoofdbrouwer. Jurian en ik, we go way back, boy. Zeker, Jurian, ja. Wat moet ik nog zeggen? Eikhart? Zegt dat je nog wat? Jurian. Jurian is gewoon een held. Punt. Jurian, je bent lekker bezig, jongen. Echt super goede vent. Echt extreem harde werken. Ik moet even niezen hoor. Ook dat. Het is hooikoortstijd. Oké. Dit zit erbij. Journey of Beer. En het is een Egyptian Ale, zo'n special red ale. Oh, lekker zeg. Check it out. Mooi foldertje erbij. Alvast een sneak. Check it out. Het is echt, het ziet er allemaal heel netjes uit weer hoor. En, wat zit erin? Deze kan ik wel waarderen. Een lekkere, prachtig mooie, ideaal voor aan je sleutelbos. En die gaat uiteraard aan mijn sleutelbos. Ik vind hem echt heel tof. Super cool. Dankjewel. En hier inderdaad wat uitleg over de bieren. En dat vind ik wel heel interessant. Die ga ik even op mijn gemak lezen. Het ziet er goed uit. We gaan verder. We gaan verder. Kijk. Kijk. Wat? Een heel blad. Kijk. En dit. Deze grappie. Dat is Jurian. Jurian, jongen, echt lekker bezig, man. Gewoon altijd lekker bezig. Het is gewoon een heel blad met hun bier. Tof. Ziet er heel goed uit. Ziet er lekker uit, zeg maar. Oké. Okay. Damn. Wat een berg weer. Heb je leven? Oké. Okay. Allereerst. Viltjes. 25 jaar de lekkere. Vet cool. Die komt daarboven. Promised. Hartstikke tof. En lekker nog een aantal. Zeker. Altijd lekker. Waar gaan we beginnen? Laten we maar weer eens beginnen met. Hoe kan het ook anders, mensen? Proper glassware. Fantastisch. Echt super. Wauw. Twee? Serieus? Tuurlijk. Als je met z'n tweeën bent, moet je bier drinken. Met z'n tweeën. Oké, ik begin gewoon bovenaan links. De lekkere premium organic beer. Wie kent hem niet? Heerlijk bier. Hun pilsner, als ik het goed heb. Wel hè? Ja. Ja, gewoon heerlijk bier. Heerlijk. Maar waarom zeg jij dat heerlijk? Want het is lekker. Lekker. Volgende. Oeh.
Black Emperor Barrel Aged Wild Turkey, vat 1 van 1. What? Yeah, brother. En dan hierboven ook. Flesje nummer 290 van 490. Dat wordt smullen. Nu al. Ik kan me ophouden nu, want het is gewoon eigenlijk al. Nee, natuurlijk niet. Ik ga gewoon door. Kijk, daar is die. Hun Egyptian Ale. En die gaan we uiteraard ook reviewen. Ziet er erg tof uit. Check it out. Hun Red Ale. Leuk etiket. Ziet er goed uit. Mooie kleuren. En ook uiteraard weer die 25-jarige bestaan van Brouwerij het Lekkere. Moet niet vallen natuurlijk hier. Nee. Naughty Berry Imperial Fruit Stout. Oeh. Collab samen met Duits en Lauret. Ruimt ook nog. Check it out. Ziet er heel goed uit. En dat kan ik zeker waarderen, deze bieren, Jurian. Dat weet jij. Dat kan ik enorm waarderen. Oeh, de Dubbelbok. Oh, ja. Check it out. 8%. Ziet er ook heerlijk uit. Ben ik ook heel benieuwd naar. Volgens mij heb ik hem al eens een keer gehad. Maar dat maakt niet uit. Daar is hij weer. Oh, Jurian. Dat verwen je mij weer. En uiteraard Brouwerij Lekkere. Nog één. Heerlijk. Ik kan er genoeg van op. Hè. Het is gewoon lekker bier. Gewoon lekker relaxed. Gouden Munt 3.0 extra zwaar blond bier 10%. Oeh, ziet er ook heel goed uit. Ik heb deze nog niet gehad. Oh, ziet er goed uit, lieve mensen. Ik moet ruimte maken. Idaho Sour Session Sour IPA 3.3. Oeh, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Check het uit. Prachtig mooi etiket. Heerlijk verfrissend volgens mij. Prachtig mooi. Ik hou ervan. Komt er een einde aan? Dit is het einde. Ja, dit is echt heel veel. Veel te gek, Jurian. Razende Zwaan Brett Barrel Aged Vat 2. What? Fles 390 van 480. Check it out. Oh. Dit zijn zulke lekkere bieren. Oh, dit is echt genieten. Nu al trek. Oh, heerlijk, Jurian. Hartelijk dank. En dit is Jurian nogmaals. Brouwerij de Lekkere. Oh, Jurian, echt top. Brouwerij de Lekkere, top. Hartelijk bedankt voor deze fantastische bieren. Uiteraard worden er een x-aantal gereviewd. Don't you freaking worry. Komt helemaal goed. En uiteraard, die ga ik binnenkort reviewen. Hun Egyptian Ale. Ziet er erg goed uit. Oh ja, bedankt voor het kijken, liken, delen, abonneren. Ben je nog niet geabonneerd, druk even op abonneren. En vergeet niet de Dutch Beer Collective te volgen op YouTube, Facebook. Nee, niet YouTube. Instagram en Facebook. En kijk even op dutchbeercollective.nl. Daar heb je alles. Daar heb je gewoon alles. Nogmaals, bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende keer. Cheers.